Ja. Het was gisteren even wat, zeg. Jongen, hebben jullie al die reacties gelezen? Op het filmpje van mij, alleen maar over het mondkapje. Ja of nee? Ja, waarin ik voor en tegen en ik alleen maar zeg van... Ja, jongens, als het dan druk wordt, dan kan je hem af en toe eens opdoen. Misschien is dat verstandig. En dan moet je lezen aan beledigingen, wat ik allemaal in mijn hoofd krijg. En aan rare teksten, wat er allemaal gedaan wordt. Dat is toch echt niet te geloven. En dan mag ik van jullie, mag ik dat geen dommigheid of dom noemen? Dat mag dan van jullie niet. Nee, maar het is wel een stuitende traagheid van de geest. Dat is wat het is. Het was gewoon een modderstroom aan negativiteit die op me afkwam. En ik dacht alleen maar, jongen, wat moet ik hiermee? En dan ineens, dan zit je gewoon op een vuilnisbelt. Gewoon van onzin. Maar op die vuilnisbelt van onzin, daar bloeide toch een paar bloemetjes. Ja, die kwamen toch boven. En dat waren jullie. Jullie, mijn echte volgers. Jullie waren die bloemetjes. Ja, want jullie namen het voor me op. Jullie gingen voor me staan. En jullie zeiden van, blijf met je tengels en je vingers van Harry af. Dat was de mededeling eigenlijk. En dat was, ja, ah jongens, dat deed me zo goed. Ja, dat doet me echt goed. Want die steun, die kon ik echt goed gebruiken. Ja, dat is gewoon prachtig. En dat was ook ontroerend. Ja, dat vind ik het. Ja, want eigenlijk, wat ze allemaal schreven was van, ja, wat bemoei jij je mee? Wat bemoei jij je nou mee? Ja, hoezo? Ik bedoel, wat heb jij ermee te maken met die mondkapjes? Hou je bij het voetbal? Nee. Dat laat ik niet bepalen door dat soort indringers. Nee, de volgers en ik, wij hebben met elkaar afgesproken, eigenlijk in stilte, dat ik kan bespreken eigenlijk wat ik wil. En dat doe ik ook. Alles wat ik belangrijk vind op gebied van politiek, maakt niet uit, op tv, op wat dan ook, op welk coronagebied. Ik bespreek dat en ook voetbal. Dat doe ik ook. Ja, maar ook al die andere dingen. En dat bepaal ik, want het is toevallig mijn kanaal. En zo zit het en niet anders. Dus zo gaan we het toch houden. En ik ga jullie, mijn volgers, ik ga jullie uit het diepst van mijn hart, en dat meen ik nou echt, heel hartelijk bedanken voor al jullie steun.